Goedendag en welkom bij deze video. In deze video wil ik ingaan op de relatie tussen het meerjarenonderhoudsplan, het MBOP, en de dotatie. De meeste verenigingen van eigenaren in Nederland zullen jaarlijks te maken krijgen met het vaststellen van het MBOP en ook met het vaststellen van de dotatie. Dat is het bedrag wat nodig is, wat de leden jaarlijks moeten bijeenbrengen om toekomstig groot onderhoud mogelijk te maken, te kunnen betalen dus. Tijdens die vergadering wordt, als het goed is, dus dat MBOP besproken. En ook als onderdeel van de begroting wordt dan ja of nee gezegd tegen de hoogte van de dotatie. Ik denk dat als het gaat om de bepaling van die dotatie er wat meer duidelijkheid zou kunnen komen. Althans, bij mijn vereniging is het niet gebruikelijk geweest om bijvoorbeeld een overzicht te tonen van het verloop van het saldo van het reservefonds. En daaruit zou kunnen blijken of nou wel of niet de dotatie die wordt vastgesteld voldoende zal zijn, of misschien zelfs te veel of te weinig om toekomstig groot onderhoud te kunnen bekostigen. Nou, de gestreepte rijen in dit overzicht stellen eigenlijk zo'n overzicht voor. Je hebt natuurlijk wat gegevens nodig die dan vervolgens dat overzicht ook daadwerkelijk mogelijk maken. En het belangrijkste van die gegevens is het MBOP, of althans de cijfers uit dat MBOP. En die staan hier in de kolom A, B en C gewoon ter informatie. Zo worden die gegevens in het MBOP namelijk ook bewaard, vastgelegd. En daar hangt een belangrijke conclusie aan en die ga ik u zo vertellen. Eerst even wat het dan voorstelt. Laten we eens hier kijken in I15. Daar staat dat met een cyclus van 20 jaar, dus elke 20 jaar te beginnen in 2028... dit bedrag moet worden gespendeerd aan onderhoud. Nou, dat geldt voor alle regels in dit kleine tabelletje. En dat is ook niet meer dan wat we nodig hebben, en ook niet minder. Die conclusie waar ik het net over had, die je aan dit tabelletje zou kunnen verbinden, is de volgende. Er wordt vaak gezegd dat een MBOP een zekere tijdshorizon heeft, een zekere scope. En uit die tabel in die kolom A, B en C volgt heel duidelijk dat er eigenlijk helemaal geen scope, geen tijdshorizon is. En waarom is dat zo? Kijken we weer naar die 20-jaarsperiode. 2028 gaat dat bedrag wat erachter staat uitgegeven worden. Maar ook in 2048, 2068. Voelt u hem al aankomen? Dit gaat eindeloos door. Dus een MBOP, kun je stellen, heeft geen tijdshorizon, geen scope. En dat betekent, omdat de wetgever zegt dat je binnen die tijdshorizon van het MBOP moet vaststellen wat dan de dotatie moet zijn. Dat betekent dus dat je in theorie wel eens heel veel verder zou moeten kijken dan je zou denken op het eerste gezicht. En waarom zou je op het eerste gezicht kunnen denken dat je niet zo ver hoeft te kijken? Als u de tabel hier ziet zonder te weten wat erin staat en ik scroll naar beneden, dan ziet u heel wat bedragen voorbij komen. Die tabel gaat echt nog een heel eind door. Als ik een MBOP opstel, dan zou ik me kunnen beperken, bijvoorbeeld door het tonen van alleen de eerste 30 jaar. Dan zitten we in dit stukje van die tabel. Als ik die tabel nou afdruk in het MBOP, dan zou men kunnen denken dat de scope van het MBOP 30 jaar is, maar niks is minder waar. Want kijk naar die kolommen A, B en C links, daaruit blijkt zonneklaar dat er ook nog wat achteraan komt. Dus de scope van een MBOP, die bestaat niet. Behouders, uitzonderingen, en dat bedoel ik MBOP's waarin alleen met een cyclus van 0, dat zijn eenmalige werkzaamheden, alleen met een cyclus van 0 wordt gerekend, wordt gedaan. Kan natuurlijk, je kunt een MBOP opstellen, hangt van de VVE af, waarbij alleen incidentele werkzaamheden moeten plaatsvinden. Ja. En dan heb je dus een MBOP met wel een beperkte scope, een beperkte tijdshorizon. Goed, nou, dit gezegd hebbend, dit overzicht ga ik eigenlijk helemaal niet uitleggen. Het spreekt een beetje voor zich, hoop ik. Er zijn twee belangrijke zaken, de liquiditeit en het saldo aan het eind van het jaar ook wel. In mijn optiek is de liquiditeit het belangrijkst. Je moet ervoor zorgen dat als je zo'n saldoverloop van het reservefonds bekijkt, dat je nergens negatieve waarde in die kolom tegenkomt. Dat geldt uiteraard ook voor het saldo aan het eind van het jaar. Maar de voorwaarde liquiditeit, niet negatief, die is iets strikter.
zal over het algemeen, niet altijd, maar over het algemeen, ervoor zorgen dat de dotatie dan goed wordt vastgesteld als je die liquiditeit boven de nul weet te houden. Mag ook nul zijn, hè, dat 1 euro meer of minder in dit kader maakt natuurlijk niks uit, maar ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Die liquiditeit is dus een belangrijke, en wat is dan die liquiditeit? Toch maar even toegelicht. Dat is het saldo aan het begin van het jaar minus de geïndexeerde uitgaven die voor het jaar gepland staan. Nou, zorg ervoor dat dat bedrag niet negatief wordt. In dit schema heb je een aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden, waaronder het aanvangssaldo. Dat is hier al voor ingevuld. En daar hoef ik natuurlijk niks aan te doen. Ik heb hier een veld indexatie van de rotatie. Volgens sommigen is dat vloeken in de kerk als het ware, omdat je niet zou mogen indexeren. Nou, dat zou best kunnen, maar in een model mag je dat natuurlijk wel doen. Want ik zou bijvoorbeeld graag willen zien wat het zou betekenen als er wel geïndexeerd wordt. Dat geldt even goed voor bijvoorbeeld een ding als het rendement op de liquide middelen. Het bedrag in die kolom I is steeds het bedrag wat het gehele jaar, volgens dit model uiteraard, op de rekening van de vereniging zal staan. En daarover kan natuurlijk een rendement worden behaald. En stel nou dat het 1% is, dan heb je het hier in dit geval 2031 over een bedrag van 2699 euro. Krijgt u er zomaar bij. Dus je zou ook willen weten wat dat eventueel doet. Dus wel of niet doteren, dat is eigenlijk de vraag. En dan hebben we dus die scope. Ja, je kunt natuurlijk je overzicht, of althans je doorrekenen van je schema, beperken tot een aantal jaren. Dan kun je in dit model gewoon intikken. Staat nu op 10 jaar en het aardige is dat in dat geval alles oké lijkt. En dat is mooi. Dat betekent dat in die 10 jaar, en die cel die hier oranje gemarkeerd is, 2035, dat is het einde van die 10-jaarsperiode. Als ik daar 20 van maak, dan verspringt die cel naar 10 jaar verder in de tijd, 2045 en zo verder. Maar goed, dus die liquiditeit in die periode, tot en met 2035 in dit voorbeeld, mag niet negatief worden. Dat is de belangrijkste voorwaarde. En evengoed mag ook het saldo het eind van het jaar niet negatief worden. Maar een positieve liquiditeit betekent automatisch een positief saldo aan het eind van het jaar. Dus dat zit dan wel goed. Vandaar ook mijn voorkeur voor de liquiditeit als, criterium voor het bepalen van de dotatie. Nou, heel verhaal inmiddels. Dus nergens een bedrag, negatief bedrag liquiditeit. Geldt ook voor, toch maar even gekeken, saldo aan het eind van het jaar. Alles wat buiten de scope van dit overzicht valt, hè, die 10 jaar, daar wordt niet aangegeven of er negatieve bedragen te zien zijn. Dat moet u even op het oog doen, hè. Dat is hier te zien, min 100.000 ruim. En dat is niet goed. En kijken we even naar de jaren die daar dan bij staan, het jaar wat daarbij staat. Dat is een end weg, ja, dat klopt, 28 jaar na het begin van dit schema. Maar de vraag is natuurlijk, van, moet je daar niet nu al rekening mee houden? En eigenlijk zegt de wetgever al, ja, dat moet je, want wat ik net aangaf, de scope van het MIOP is niet beperkt. En je moet doteren op basis van dat wat in het MIOP is vermeld. En die 2054 hoort daar gewoon bij. En zo heel ver is het ook niet. En je moet ook groot en ruim denken in dit soort gevallen, dit soort zaken, waar het bepalen bijvoorbeeld van die dotatie betreft. Dus 10 jaar vooruitkijken is wel een wettelijke ondergrens. Maar die zegt niet dat je ook voorbij die 10 jaar dan nog goed zit. En spaar je nu te weinig, reserveer je nu te weinig, dan betekent het dat je de kosten die samenhangen met dat onderhoud naar achteren schuift en de kosten daarvan ook neerlegt bij de eigenaren die, nou ja, te zijner tijd lid zijn van de vereniging. Oké, dus 10 jaar is toegestaan, maar het is wat kort. Nou, de manier waarop de dotatie bepaald moet worden, 2 manieren. Wel of niet indexeren, zeg maar even kort. De wetgever zegt dat je het volgende zou moeten doen. Kijk naar de kosten die je moet maken in dit geval 10 jaar, dat is dit rijtje. En de optelling van die bedragen is 337.000 euro. Staat ook hier. Deel dat door 10. En dan krijg je de dotatie. Die indexeer je niet.
Dus die blijft in alle jaren gelijk. Jammer is alleen wel dat doordat geld minder waard wordt in de toekomst, eigenlijk de huidige eigenaren dan naar een verhouding meer betalen dan toekomstige eigenaren. Dus mensen die instappen in 2035, zeg maar, die betalen minder dotatie dan de eigenaren die nu in de vereniging zitten. Nou, is hier ook te zien. Ik heb hier een lijstje weergegeven met een aantal methodes die je kunt gebruiken om de dotatie vast te stellen. Niet gezegd dat dat allemaal toegestaan zou zijn, dat niet. Maar in een model mag je natuurlijk alles doen waar je zin in hebt. En even iets gezegd over wat wel of niet toegestaan is. Het niet mogen indexeren van de wetgever wordt door sommigen ook aangehaald vaker. Nee, dat mag niet. Maar ja, kijk het naar die kolom Marie, kolom M, waarin dan staat wat in euro's van in dit geval 2026 de dotatie zou zijn in de toekomst ook. Dan zie je dat bedrag aflopen naarmate de tijd vordert. Als de overheid stelt dat er gelijkmatig gedoteerd moet worden, de kosten moeten gelijkmatig worden verdeeld, dan zou je kunnen stellen dat je naar die kolom M, Marie, moet kijken in plaats van naar de kolom J, waarin simpelweg het bruto bedrag, zeg maar, aan dotatie staat. Want ja, dat bedrag wordt in de toekomst gewoon steeds minder waard. Dat weet iedereen, geldontwaarding. Dus ik ben er persoonlijk absoluut voorstander van dat het indexeren van die dotatie ook wordt gebruikt en ook mogelijk zal worden toegestaan. Dat zal fijn zijn, het is natuurlijk prettig dat als je als VVE-lid iets moet betalen, dat je weet waarop dat gebaseerd is. En dat geldt ook als bestuurslid. Als bestuurslid heb je de plicht, de zorg voor de vereniging. Je moet zorgvuldig omgaan, bijvoorbeeld met het berekenen van die dotatie. En als je dat baseert op een, wat mij betreft, merkwaardig schema, zoals de overheid dat nu zou voorschrijven, dus simpelweg de optelsom van een aantal bedragen gedeeld door de periode, ja, dat gaat er bij mij niet in eigenlijk. Denk daar eens over na. Goed, het volgende. Dus die methode die de wetgever zou voorschrijven, die noem ik hier de methode wetgever 1. Aardig is, even opvallend, en misschien dat niet iedereen het door heeft, maar die methode betekent dat het saldo van het reservefonds aan het einde van die, in dit geval 10 jaar, precies hetzelfde is als het beginsaldo. Het scheelt een paar euro, de afronding in deze tabel. Dat ziet u hier, 175.635 en we begonnen met 175.627. Dus daar is niks gebeurd, met andere woorden. Er is gespaard voor iets wat, ja, wat vervolgens dan niet aangewend gaat worden. Dus waar spaar je dan voor, zou je kunnen afvragen. Ik als lid zou niet blij zijn als op deze manier de dotatie wordt vastgesteld. Ik wil dat het gespaarde geld ingezet waarvoor het ook is ingelegd. Nou, dat gebeurt hier niet en u raadt het al, denk ik. De volgende methode, wetgever zou dat ook toestaan, althans volgens een uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland, dat aanvangskapitaal, dat aanvangssaldo wordt gebruikt. Daarvoor heb ik de wetgever 2 methode verzonnen. Die zegt simpelweg, oké, op het totaal van die uitgaven in die 10 jaar, dan mag je dat aanvangssaldo in mindering brengen. Deel dat vervolgens weer door 10 en je hebt je dotatie. Dat is dus in dit geval die 16.218. U ziet het hier ook staan. Het vervelende is dat kennelijk dus de wetgever dat dan zou toestaan, maar dat we het negatieve bedrag liquiditeit en ook een negatief saldo aan het eind van het jaar krijgen te zien als je dat doet. Dat houdt dus in dat deze methode om de dotatie vast te stellen ook niet deugt. Die eerste methode liet in dit voorbeeld geen negatieve bedragen zien, maar dat kan gewoon gebeuren. En dat is natuurlijk ook al een dikke min voor die methode. En ook dus voor deze. Ik zou zeggen, deze moet je niet gebruiken. Je zult je dotatie moeten aanpassen. Een methode is om te kijken naar de kolom L, saldo. Die methode die daaraan vasthangt, kijkt naar die kolom saldo en bepaalt dan de dotatie. Zorg ervoor dat nooit dat bedrag in die 10 jaar, in dit geval negatief wordt. Die methode die levert natuurlijk ook een dotatie op. Dat is dan ietsje meer dan de vorige dotatie, die 16218,
nu wordt het 17.897. Maar nu hebben we twee keer een negatief bedrag liquiditeit. En het jaar 2034 is een mooi voorbeeld om te laten zien waarom je dat niet zou moeten willen, een negatief bedrag liquiditeit. Het is namelijk zo dat als je het saldo aan het begin van het jaar neemt en je ziet de kosten die betaald moeten worden en onderhoud dit jaar, dan kom je die 17.896 euro tekort. En wanneer heb je die nou in kas? Nou ja, het bedrag staat er al naast. Je moet een jaar nog sparen of inleggen of nou ja, voordat je dat geld weer op de rekening hebt staan en kunt uitgeven. Een aannemer die in februari zijn werk heeft afgerond, in maart zijn factuur heeft ingestuurd, wil niet wachten tot december. Dus dat is het probleem. Je zult dus tussentijds een oplossing moeten vinden voor dat geldtekort. Je zult dan misschien bij de leden moeten aankloppen. Ik weet het anders ook niet, maar dat zou kunnen gebeuren. Dus, een negatief bedrag liquiditeit wil je ook niet zien. En u voelt hem misschien al aankomen. Daar is de methode wetgever 4. Variatie weer op dat thema waarbij je niet mag indexeren. Maar waarbij gekeken wordt naar de liquiditeit binnen die 10 jaar in dit geval. En daar wordt gezorgd dat die liquiditeit niet negatief wordt. Dus als ik die selecteer, nou inderdaad, bij weer iets hogere dotatie komt dan tevoorschijn dat nergens in die 10 jaar de liquiditeit negatief wordt. Wel 0, dat mag. Maakt ook verder niet uit natuurlijk op dit soort bedragen, of je nou plus 1 of min 1 of min 10 of plus 10, dat is allemaal hetzelfde. Maar hier zie je dus dat ook die methode waarbij niet zou mogen worden geïndexeerd of waarbij niet wordt geïndexeerd, dan kun je ook nog zorgen voor een situatie, een toekomstscenario, wat in de haak is. Maar nogmaals, die 10 jaar is misschien wel wat kort. En ik schakel nu over op een aantal andere methodes. Of is er eigenlijk maar één, maar er zitten ook variaties op dat thema aan te komen. Die andere methode is het wel toestaan, het wel indexeren van de dotatie. Nou, dat zijn de methode 6 tot en met 11. Daar staat indexatie voor. Het gaat een beetje op dezelfde manier als hiervoor. Waar een S'je bij staat, wordt gekeken naar het saldo, het eind van het jaar. De dotatie wordt zo vastgesteld, rekening houdend met die indexering, dat nergens het saldo negatief wordt. En ik kan het natuurlijk meteen laten zien. Ik laat die SL even over, dat is een combinatie van S en L. En dus de methode S en de methode L, als je die samenvoegt, dan kijk je dus en naar het saldo en naar de liquiditeit. Dan neem je het maximum van de twee dotatiebedragen die daaruit komen en dan heb je je methode SL, zeg maar. Nou, dit is hem niet. De methode indexatie S. Nou, valt weer te zien dat ook als je indexeert, en dat is hier goed te zien, hè, de bedragen lopen op qua dotatie. Ook als je indexeert kun je de dotatie zo vaststellen dat nergens het saldo aan het eind van het jaar negatief wordt. Maar dat voorkomt niet per se dat altijd de liquiditeit positief zal zijn. Dus deze methode gaan we liever ook niet gebruiken, want dan komen we weer tekort net als net. Daar is dan de methode indexatie met een L'tje eraan, dus kijk naar de kolom liquiditeit, een betere. Nu valt te zien dat nergens in die periode van 10 jaar de liquiditeit negatief wordt en automatisch is dan ook het saldo aan het eind van het jaar positief. Dat is een bijkomend voordeel van die methode waarbij je alleen naar de liquiditeit kijkt. Het is wel zo dat die methode waarbij je naar de liquiditeit kijkt meestal iets duurder zal zijn qua dotatie dan de methode dan waarbij je naar het saldo kijkt. Maar goed, je moet gewoon geen negatieve cijfers zien in de gekozen periode. Oké, nou hebben we steeds 10 jaar bekeken. Nu is even de vraag van wat gebeurt er dan als je 20 jaar vooruit kijkt. En ik hou even die methode indexeren aan. Hè. Dus het indexeren van de dotatie is toegestaan. En ik ga dan die 20 jaar in plaats van die 10 jaar eens bekijken. Nou, zit allemaal prima, helemaal goed natuurlijk. Want die methode rekent de dotatie uit zo dat ook nu weer de liquiditeit nergens negatief wordt in die periode.
En dat is natuurlijk de bedoeling. Oké, nu schakel ik even over naar een ander tabelletje. Wat in deze tabel hierboven staat, dat is gewoon een weergave van de methode op basis waarvan je de dotatie kunt berekenen. En dan is nog niet gezegd dat je ook voor beide gekozen perioden nog met je cijfers goed zit. En dat valt ook hier te zien. Ik zal er even 30 jaar van maken. En dan valt te zien, nou, alles dik in orde. Geen rode cijfers in die kolom. Liquiditeit en ook niet in die kolom. Saldo eind jaar. Maar zitten we ook maar één jaar verder, dan valt te zien dat de liquiditeit negatief wordt. En dat is natuurlijk vervelend, zoals net aangegeven. Het saldo aan het eind van het jaar zou ook negatief worden, dus dat is echt een probleem. Voor een vereniging, ook voor de fictieve vereniging hier. Ook al zijn er geen rode cijfers te zien in de kolom I en Leo L. Hoe nu verder? Het is natuurlijk zo dat als je aan het rekenen slaat, en op de achtergrond gebeurt een heleboel, zeg maar, er wordt een heleboel uitgerekend. Een van de dingen die vastgesteld wordt, is het aantal jaren wat je in beschouwing zou moeten nemen, minimaal, om ervoor te zorgen dat je nooit in de negatieve cijfers terechtkomt. En die periode is maar 3 jaar langer dan de periode die ik nu gekozen heb. Als je kijkt naar die 30-jaarsperiode en de meest gunstige methode zou kiezen, die ga ik zo ook nog even laten zien, dat is gewoon een aardigheidje. Als je de meest gunstige periode laat zien, die bij 30 jaar hoort, de meest gunstige methode, pardon, moet ik zeggen, kiest, dan kom je op een dotatie van 26.470 euro. Maar als je naar het minimum kijkt, het minimum wat eigenlijk vereist is om ervoor te zorgen dat je nooit in de negatieve cijfers komt, de minimumperiode is 33 jaar, dat staat in deze cel. En de goedkoopste en de meeste interessante, een leuke variant waar het bepalen van de dotatie betreft, die geeft dan aan dat je dan een dotatie van 33.300 euro ruim nodig hebt. Ik kan die periode, want u ziet hier, onthoud even goed dat hier allemaal negatieve waarden staan na 2055 en die wil ik natuurlijk liever niet zien. Al deze bedragen, of tenminste, als ik goed selecteer, deze bedragen zijn allemaal negatief, dus tot en met 2064. Als ik er nu 33 jaar van maak, dan zal te zien zijn dat die bedragen, die negatieve bedragen, zijn verdwenen. Altijd handig als je dat gewoon kunt uitrekenen. Zo'n model kun je heel goed gebruiken, dus om allerlei scenario's te bekijken en zonder gereken. Geen discussie wat mij betreft. Dus je kunt wel praten over doteren, maar je zult ook de onderliggende cijfers moeten hebben. Je zult moeten begrijpen wat er gebeurt als. En nee, ik weet ook wel dat een model maar een model is en niks aan zekerheid biedt. Maar het enige wat je hebt is zo'n model. Niemand kan in de toekomst kijken, dus dit is waar je het een en ander op zou moeten baseren wat mij betreft. Nou, om even te laten zien hoe het zit met het minimum qua dotatie. Dat staat nu op 8 en dat klopt, dat is deze waarde. En deze tabel loopt heel erg ver door. Dus gegarandeerd dat je op basis van dit model al je kosten voor de toekomst zou kunnen gaan betalen. Je bent misschien wat duurder uit qua dotatie, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Want ik heb ook een kolommetje toegevoegd, kolom Q, met daarin de bedragen die gemiddeld, contant gemaakte bedragen die gemiddeld gedoteerd moeten worden in de gekozen periode. In dit geval van 33 jaar, dan ziet u dat De methode die de meeste mensen voorstaan, die volgens velen de wetgever ook voorschrijft, dat die methode in contant gemaakte gemiddelde bedragen duurder uitpakt dan alle methoden die uitgaan van indexeren van die dotatie. Nou, dat zegt wat mij betreft wel wat. En ook daarom zeg ik van overheid, wees eens wat duidelijker. Stel die regels die er zijn bij, er staat toe dat geïndexeerd wordt, net zoals de lonen omhoog gaan, de prijzen stijgen. Het is natuurlijk eigenlijk van de gekke dat
je die dotatie dan niet zou mogen indexeren. Oké, dus zo'n model als dit, ik denk dat eigenlijk niet gezegd dat het er zo uit moet zien of dat het precies zo zou moeten werken, want er zitten ook op de achtergrond een paar dingen die ik nog zou willen toevoegen, maar dan gaat het wel heel erg in detail. Dus dit is eigenlijk gewoon een prima model wat mij betreft om te kunnen bepalen waar je als vereniging aan toe bent. En laten we gewoon vaststellen dat dat gewoon belangrijk is. Praten over het einde allemaal prima, maar laat nou ook eens die cijfers zien, want die zeggen iets. En mocht je denken van nou, we hebben hier een MJOP en het valt ons allemaal zwaar tegen, dat is wel erg duur, dan moet je natuurlijk niet aan die dotatie gaan sleutelen. Dan ga je eerst kijken naar je MJOP. Staan daar dingen in die wel of niet te vroeg worden aangepakt volgens dat MJOP? Staan er dingen in die er misschien überhaupt niet in moeten? Of staan er misschien zelfs dingen in die er nog, of staan er dingen niet in die er wel in zouden moeten? En ik kan dat even laten zien, want we hebben hier een model waarbij ik dan kan zeggen, nou, met 33 jaar kan ik verkijken, dan zit ik altijd goed. Maar wat nou als er plotseling, en dat is iets wat ik zelf in de vereniging meegemaakt heb, stel dat er op enig moment een post bij verschijnt, een hele hoge post, maakt niet uit waarvoor, die verschijnt ineens in het MJOP, oh, nooit aan gedacht, dan laten we die nu eens even toevoegen. Ja, dan gaat het als volgt. Ik moet nu even die gegevens bijwerken, dat gebeurt nu op de achtergrond. En nu valt te zien dat de periode waar je eigenlijk naar zou moeten kijken is opgerekt naar 45 jaar. En ook de bedragen zijn ietsje hoger. Hè? Dus we hebben nu 33.341, maar als je iets verder kijkt door die hoge uitgaven in 2069 notabene. Oké, het is een voorbeeld. Dan betekent dat dus dat je weer wat verder moet kijken en dus wat duurder uit zult zijn. Het is niet anders. 33.341 is nu de aanvangsdotatie hier bovenaan en nu wordt het ineens toch heel wat meer. Nou, ook dit is een reden waarom je eigenlijk een goed model zou willen hebben waarbij je als vereniging, als bestuur van een vereniging misschien, eenvoudig of althans redelijk eenvoudig kunt schuiven met onderhoudsposten. Simpelweg om te kijken wat er gebeurt als. Wil je in je MJOP dingen veranderen, zul je moeten aankloppen bij de VVE weer, die misschien de opstellers van het MJOP weer benadert om zaken te veranderen. Voor je het weet ben je zomaar een paar maanden of misschien nog wel langer onderweg voordat je duidelijkheid hebt en voordat je aan het opnieuw rekenen kunt slaan. Het is wel handig als je zelf kunt schuiven met je uitgaven, bedragen kunt veranderen. Dat is een enorm voordeel wat mij betreft. Nou, ik hoop dat ik, het is een half uur bijna, niet al te veel verwarring bij u heb gezaaid. Ik hoop juist dat u er iets van opgestoken heeft. Misschien moet u het filmpje twee keer bekijken. Ik zou aanraden om dat niet te vaak te doen, want een half uur alleen maar naar cijfers kijken over cijfers te horen. Dat is natuurlijk niet al te leuk, snap ik ook allemaal. Maar in de wereld van de VVE mag er echt wel wat meer duidelijkheid komen waar het die dotatie betreft. Ja, dus een overzicht als dit nogmaals, dat zou jaarlijks tijdens de vergadering ook getoond moeten worden. Als wordt gepraat over de dotatie. Die begroting zou eigenlijk niet goedgekeurd mogen worden wat mij betreft zonder een overzicht als dit. En dan weet je waar het over gaat en ook als bestuur sta je dan wat beter ervoor op het moment dat misschien 10, 20 jaar later, oké, dat is ver, er wat gezegd wordt over de vaststelling destijds van de dotatie. Goed, nou, ik sluit af, dank u wel. Heeft u opmerkingen, dan lees ik die graag in de commentaren bij deze video.